Hey kijkers van Dus David Games, welkom bij een nieuwe Squad Builder. Dat gaat Roel zo meteen doen. Mijn vraag was namelijk, Raoul, er zijn zoveel Team of the Year en Team of the Season uitgekomen dat ik door de bomen het bos niet meer zie. Wat is nou echt zwaar overpriced en koop je alleen als je massa veel FIFA coins koopt? Of heel veel massa wat in een pack, as if. En wat is nou echt een goed Team of the Year en Team of the Season combined team om te kopen voor maximaal 500.000 coins? Ik weet het is heel erg veel, lang niet iedereen heeft het. Maar stel je voor, als je 500.000 punten hebt, wat moet je dan halen? Het hoeft niet volledig Team of the Season te zijn. Er mogen best normale kaarten tussen zitten. Wat kun je nou eigenlijk precies halen? Welke competitie? Welke spelers? Waarom zijn ze goed? En natuurlijk, hoe speelt het? Raoul, take it away. Wil jij goedkoop, betrouwbaar en snel FIFA coins kopen, net als wij? Ga dan naar coinsfifakopen.nl en gebruik de code DAVID voor 7% korting. Yo, what up gasten en welkom bij een nieuwe Squad Builder van mij, FC Roelie op DDG. David heeft mij een nieuwe opdracht gegeven. Dat moet een team zijn met zoveel mogelijk Team of the Season spelers. En naar mijn mening is dat redelijk gelukt. Het budget was 500k en daar kan je een paar dingen mee doen. Je kan namelijk één Team of the Season halen van 400k en de rest van het team een beetje invullen. Of je probeert wat goedkopere Team of the Seasons uit en dan heb je er meer van. Dat laatste heb ik gedaan. Ik heb als basis genomen een soort van Serie A team. Een Team of the Season Chiellini, Team of the Season Bonucci. Twee supergoeie verdedigers. Dan heb ik Team of the Season Perrin op goal gezet. Team of the Season Mauro Icardi, een van mijn favoriete spitsen, zowel in het echt als in het spel, heb ik in de spit gezet. En dan, omdat Verratti ook Italiaans is, wist ik hem erin te krijgen voor wat League erbij. Heel makkelijk team. Ik denk niet dat je heel veel beters gaat krijgen voor 500k als je daar ook 5 Team of the Seasons in wil zitten. Dus vandaar dat ik het zo heb gedaan. Ondertussen zag je op de achtergrond even de instructies die ik gebruik voor dit team. Dat zijn de instructies die ik voor bijna elk 4-3-3-3 team gebruik. Dus wil je dat zelf een keertje proberen, doe dat gerust. Net als in de vorige aflevering besluit ik weer de Gold Cup te gaan spelen. Dat heb ik toen ook al verteld. Maar dat is gewoon omdat ik denk dat als je de Gold Cup weet te winnen met een team, het goed genoeg is voor divisie 1 en voor andere divisies. Je komt namelijk tegen verschillende tegenstanders met een verschillend team op verschillende niveaus. Dus zo kan je dat team een beetje testen. Over de vorige aflevering gesproken trouwens. Super vet om te zien dat heel veel mensen op die like-knop hadden gedrukt. Wordt super gewaardeerd door mij en door David. En ook leuk om te zien dat heel veel mensen naar mijn eigen kanaal waren gegaan. Omdat ze vaker van dit soort video's wilden zien. Nogmaals, de link staat in de beschrijving. Voel je vrij om een kijkje te nemen. In plaats van over de gameplay te praten, ga ik gewoon even wat spelers behandelen uit dit team. Ik begin met een keeper, dat is Perrin. Je kan ook Buffon op goal zetten, maar ik hoor van heel veel mensen dat Buffon echt tegenvalt. Vandaar dat ik zelf even Perrin uit wilde proberen om dan een oordeel te vestigen. Maar ja, ik ben niet heel erg enthousiast over hem. Het is een goede keeper. Hij is ook maar 84 rated. En zo kan je hem denk ik het best omschrijven. Het is een 84 rated keeper. En zo speelt hij ook. Hij heeft zijn goede momenten. Hij heeft zijn slechte momenten. Hij heeft een paar ballen gepakt waarvan ik denk, oké, die heeft geen enkele andere keeper. En hij heeft heel veel ballen doorgelaten waarvan ik dacht, oké, die had je gerust wel even tussen je handen mogen klemmen. En ja, goed, ik moet er ook niet te veel op ingaan. Want elke keeper in FIFA 15 is shit. Laten we dat maar gewoon eerlijk zeggen. Elke keeper heeft zijn ups en zijn downs. En meestal zijn het helaas downs. Dan de verdediging. Team of the Season, Chiellini en Bonucci. Twee van de beste verdedigers uit het spel. Dat weet ik 100% zeker. Ik heb ze al bakken met wedstrijden gebruikt. Zijn normale kaartjes zijn ook supergoed. Ik was van de inform versie van Bonucci altijd heel erg fan. Want hij heeft namelijk een 86 rating op zijn kaartje. Maar in-game speelt hij als een 92 rated. Dat kan je op een bepaalde manier testen. En als je dat niet gelooft, moet je dat even opzoeken. Dat kan je zelf doen. Chiellini die is ook een 93 rated in-game. Dus dan heb je gewoon een 93 en een 92 rated verdediging. En ja, dat is gewoon veel te ziek voor woorden. De rechtsback gebruik ik in vorm Liechtensteiner. Een van mijn favoriete rechtsbacks uit het spel. Hij kan namelijk heel goed mee aanvallen. En dat is wat ik zoek in een rechtsback. Helemaal als je verdedigende duo van Bonucci en Chiellini heel goed is, mag je rechts of je linksback heus wel een paar keertjes mee naar voren komen. De linksback is Digne. Die is verder niet heel speciaal, maar die heb ik gebruikt voor de chemistry met Verratti. Je kan ook een andere Italiaanse linksback neerzetten, zoals Santon of Crisquito van Zenit. Maar ik wilde Digne gewoon een keertje proberen. Het middenveld dan. Team of the Season Verratti. Die heb ik gepakt. Vandaar dat ik hem ook in dit team kon stoppen, omdat ik hem dus niet hoefde te kopen. Maar wat een goede speler. Hij heeft één nadeel. Hij is heel klein en daardoor is hij niet zo heel sterk. Maar zijn passes, zijn verdediging, zijn dribbel en zijn snelheid zijn allemaal dik prima. Zijn passing en verdediging zijn zelfs erg goed. Hij kan niet heel goed schieten. Zijn finishing is best laag, maar zijn longshots zijn wel oké. Het is een beetje hetzelfde als Lam. Sommige mensen van jullie zullen daar wel eens mee hebben gespeeld. Hij kan de bal wel in het goal schieten, maar het is altijd maar de vraag of hij dat ook echt weet te doen. De andere twee spelers zijn Inform Guarin, die ik gebruik voor mijn eigen serie, Road to Inter. Guarin Inform is echt ziek goed. Zijn stats, ja,
probeer maar eens een kijkje te nemen naar zijn kaart. Volgens mij is dat 82 pace, 82 shooting en 82 passing. Iets rond die stats. Dat is super ziek voor een middenvelder die ook nog eens mee kan verdedigen. Fysiek heel sterk is en 4-star skills heeft. Vandaar dat ik hem op die positie heb. Dan heb je Vidal daarnaast. Hele goede verdedigende middenvelder. Komt ook lekker mee naar voren. Maar dat mag omdat hij dus wat verder naar achter staat gepositioneerd. Omdat hij een CVM is. Mag hij van mij best af en toe mee naar voren komen. Dan zijn we bij de aanval beland. Jezus, het gaat echt heel snel. Lavezzi, Team of the Season, Icardi en Cuadrado. Ik heb Cuadrado expres gekozen. Je kan elke rechtsbuiten uit de Serie A pakken. Maar ik heb Cuadrado gekozen voor zijn skills. Ik vind het altijd fijn om in een team een 5-star skiller te hebben. Zodat ik daar een beetje mee kan kloten. En soms helpt het ook heel erg om kansen te creëren. Als je in één keer een scoop turn of een chop of een andere 5-star skill move kan doen. Om langs je tegenstander te komen. Team of the Season, Mauro Icardi is mijn favoriete spits in het spel. Dat zei ik al aan het begin van deze video. Ik ben fan in het echt van Icardi, dus misschien overdrijf ik in sommige dingen wat. Maar als je naar zijn kaartje kijkt, hij heeft 99 afmaken, 99 springen, 99 koppennauwkeurigheid, volgens mij zeg ik dat zo goed. En 99 attack en positioning. Alle vier de stats die belangrijk zijn voor een spits qua afmaken, heeft hij 99. Als jij met hem een kans weet te missen, ligt dat niet aan hem, dan ligt het aan jou. En ik heb het zelf helaas ook wel eens ondervonden. Dan Lavezzi, de laatste speler uit het spel, linksbuiten, heb ik eigenlijk gewoon alleen voor chemistry er neergezet. Omdat hij een beetje moet linken met Icardi en met Verratti. Dus dat is wel leuk. Een andere speler die er neer kan zetten, zodat iedereen volle chemistry haalt, is El Shaarawy. Stel je bent geen fan van Lavezzi, kan ik me niet voorstellen, want het is echt een hele goedkope budget linksbuiten. En anders kan je ook nog zijn inform kopen. En die kan je allemaal uitproberen. Even samenvattend aan dit alles. David gaf mij de opdracht om een 500.000 coins kostend Team of the Season team te maken. Je kan dus meerdere dingen doen. Je kan één speler kopen die heel duur is in Team of the Season. Je kan meerdere kopen die goedkoper zijn. En ik heb altijd het idee dat je niet een team moet gaan forceren. Als jij één speler wil gebruiken, laat zeggen Chikawi. Dat is een Algerijnse speler uit de Zwitserse league. Die is heel moeilijk te combineren, want je hebt niet hele goede Zwitserse spelers. En je hebt ook niet hele goede Algerijnse spelers. En als je hem dus in een team wil stoppen, moet je bepaalde spelers gebruiken om hem te kunnen gebruiken. En soms werkt dat heel erg nadelig. Als er geen goede spelers zijn, dan moet je dus een slechte speler in je team hebben. En daar wil ik eigenlijk nooit aan beginnen. Ik wil gewoon een goed gebalanceerd team hebben. En ik denk dat dit team dat is. Helemaal omdat je gewoon een goede verdediging hebt waar je op kan vertrouwen. Dat je niet opeens allemaal gaten achterlaat. Een goed middenveld dat zowel aanvallend sterk is als in de verdediging meehelpt. En een aanval dat dus echt doelpunten weet te scoren. Laat even een comment achter als jij verbeteringen denkt te weten voor het team. Je kan die ook altijd naar me tweeten. @FCRuli. Link staat altijd op mijn eigen kanaal, die je ook kan checken via de beschrijving. Mensen, bedankt voor het kijken. Ik hoop dat David binnenkort weer een nieuw team voor mij heeft dat ik kan gaan maken. Het zou wel lachen zijn. Ik ben benieuwd waar hij de volgende keer mee aankomt. Dit keer hebben we dus de Gold Cup gewoon weer gewonnen. Het is een redelijk goed team. Ik heb er heel veel vertrouwen in dat het voor jullie ook goed gaat spelen. Probeer het een keer uit. Laat me de resultaten weten. En dan check ik jullie allemaal later. Ciao, gasten. Hey kijkers van Dus David Games, welkom bij een gloednieuwe puntenchallenge van Raoul. Hier op derde gij met FIFA 15, FIFA 12, dat speelt niemand meer. In vorige video's is het vaak gezegd door Raoul, maar hoe meer likes je achterlaat, des te meer punten hij zoekt.